Terwijl Amsterdam nog kampte met de naweeën van de schoonmaakstakingen tijdens Koninginnedag, sprak nu.nl in het Ambassadehotel met acteur Jean Reno, die vanaf 6 mei te zien is als wraakzuchtig gangster in de Franse film The Immortal. Opvallend is dat Reno vaker gecast wordt als bad guy, of op zijn minst als een personage die niet vies is van enig geweld. Toch moet de Franse acteur daar eigenlijk maar weinig van weten. I'm an honest man. I have a family with 5 kids, so I like regular and honest people. I do not have any fascination about mobs or bad guys or guns or arms. You know, it's something I don't care. Absolutely not. No fascination at all. I prefer poetry, music and love then. But I like also to do movies. But movies has nothing to do with myself. The Immortal is gebaseerd op het leven van Jacques Imbert, de maffiabaas die in de jaren 60 de absolute godfather van de stad Marseille was en op wonderbaarlijke wijze een moordaanslag overleefde waarbij artsen uiteindelijk 7 kogels uit zijn lichaam haalden. Toch vond Reno het niet nodig om zich te verdiepen in de periode waarin de criminaliteit in Marseille hoogtij vierde. En ook een ontmoeting met Imbert had voor de nuchtere Reno weinig invloed op zijn acteerspel. I'm not interested in him because it is not his life. So I met him because he was in Marseille and he came to see Richard Berry, who directed and wrote the script. And Richard met him many times, but I met him 2 times, very briefly. I arrived from Morocco when I was 18 or 20 years old to go to the military army. I did the military army in Germany for the French troops. But Marseille, I stayed in Marseille, let's say 2 days, 3 days. I don't know Marseille very well. En waar andere acteurs zich maandenlang opsluiten om zich in te kunnen leven in hun filmrol, heeft Reno weinig moeite met het loslaten van zijn personages. It's my business, my job, you know. I create the character and by the end of the day I let the character in my camper. I go home as Jean. It's very easy. The Immortal doet bij vlagen denken aan de film waarmee Reno de meeste bekendheid heeft verworven, het gewelddadige Léon, hoewel Reno zelf het daar absoluut niet mee eens is. No, I do not agree with you. I have nothing to do with Léon, this one. This one is a mob who will redempt because he has a family to defend and he wants to change. He comes from dark and he wants to be maybe an honest man. So we took that little piece of the story, receiving 22 bullets, to create a story of somebody who wants to be better, who wants to live with his family, who found love and who wants to protect. And you'll see how his kids is somebody who will redempt more than Léon is a murderer who has to die, nothing else. Jean Reno speelde in het verleden in tal van Hollywoodfilms, waaronder Mission Impossible, de Da Vinci Code en Ronin. Toch merkte Reno maar weinig verschil tussen de productie van een Hollywoodfilm en een Europese film. You have more time in American movies because you have a little bit more money. And it is a different way to approach the shooting. But basically, I've been working in America now since 20 years, 25 years, I don't know. The difference for an actor, there is no difference. Because a movie is made by people like you, with the camera and by actors, script. And when they say action, it is exactly the same ambience than a movie done in Amsterdam or a movie done in Hong Kong. Exactly the same. Met blockbusters als Iron Man 2, Robin Hood, Prince of Persia en een hele rij 3D-films is het de komende tijd behoorlijk druk in de Nederlandse bioscopen. En of het Nederlandse publiek nu juist de Immortal zou moeten gaan bekijken is volgens Reno dan ook helemaal aan de kijker zelf. You know, it's magical when the audience goes to a movie. What do you want me to say? It's a good movie. Of course it's a good movie. But the audience knows that already that it is a good movie. Bon, c'est ahurissant, il est sorti du commun.